Mensen, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Dit is even weer zo'n praatvideo, gelijk de allereerste video. Ik wil het even zeggen, sorry op de achtergrond dat er heel veel blaas is. Dat is mijn PlayStation. Dat is mijn PlayStation die in de helikopter aan het zijn is. Sorry dat dat echt heel slecht is. En dat je mijn machine niet goed kunnen horen, dat je blaas hoort. Dat is mijn PlayStation, ik weet niet hoe. Maar hij is gewoon super luid, hij is een fucking helikopter. Oké, dus ik wil nu een paar dingen vertellen. Want één, ik kan nu even niet game videos maken. Eén, omdat mijn oortjes waarmee ik speelde en zo, die zijn allemaal kapot. Dus ik kan geen gamevideo's opmaken waardoor je mijzelf kunt horen of zo. Dat gaat dus niet. Dus daarom moet ik nu gewoon een praatvideo maken. Dus ja, maar voor mijn verjaardag krijg ik heel veel goede dingen. Zowel binnen een maand en nog wat. Dus daarom, ik ga misschien nog zorgen like, voor oortjes of zo. Want ik had vandaag oortjes te krijgen. Maar die zijn weg. Ik had hem in mijn jas gestoken aan de kapstok uit mijn klas en ze zijn weg, ze zijn gepakt. Hoe, wat, ik weet niet, maar dus ze zijn weg, dus voor nu kan ik even geen gamevideo's maken. Maar als jullie gewoon praatvideo's willen, ik kan misschien, like, ik weet niet, vrijdag, zaterdag nog een video maken als jullie dat willen. Dus, en ik heb twee redenen ook, of ja, eigenlijk een paar redenen waarom ik niet heb geüpload voor like, deze 2-3 dagen. Eén reden waarom ik van gisteren niet heb geüpload is, ik had fucking geschiedenis. Vandaag ik had de geschiedenistoets en dat was fucking, maar ook echt fucking saai. Oké, dus voor de mensen die niet weten, ik haat, maar ook echt haat geschiedenis. Ik ga daar naartoe, letterlijk 5 minuten in die klas en ik ben letterlijk aan het slapen. Daarom moet ik ook van dit jaar en dit trimester, moet ik elke fucking dinsdag na een toets, dus bijna elke week, moet ik naast haar gaan zitten, samen met een paar andere kinderen en met een van mijn beste vrienden. Moet ik daar gaan zitten en fucking praten over die fucking les. En over de toets die we gemaakt hebben. Ik heb gewoon op het papier geschreven, de groene woordjes in het kader. Heb gewoon op het papier geschreven en dacht van, ja, dat is goed. Zij begon te fucking zeiken over wat ik er niet had, omdat ik een paar woordjes er niet had opgeschreven. Sorry hoor, maar misschien is het zeer mij niet. Wat ga ik gebruiken? Als ik later een jobinterview ga doen, ik ga toch niet zeggen wat er fucking 60.000 jaar geleden is gebeurd. Dat snap ik gewoon niet. En maar niet van mensen die het niet weten, voor de domme mensen hier. 6.000 jaar geleden, dat is gewoon mijn manier van spreken. Maar oké, dus dat is de reden waarom ik niet heb kunnen uploaden. Ik moest die domme dingen maken voor geschiedenis. En dan uiteindelijk was het redelijk laat. En had ik gewoon echt geen energie meer om te uploaden of een YouTube video te maken. En de reden waarom ik maandag niet eens geüpload heb, is één omdat ik echt gewoon geen zin had. Ik was echt lui. Na een hele fucking kutdag op school, moest ik gewoon naar huis. Ik zat op mijn PlayStation, ja. Maar ik verveelde me, ik had weer YouTube gekeken. Dus ja, ik verveel me echt fucking hard. Oh ja, trouwens mensen, ik wil even nog iets vragen. Weten jullie een game voor mij die ik kan kopen? Want ik, kijk, ik ga nu even één ding doen. Ik zit nu op mijn PlayStation op YouTube. Al even, want ik was Fortnite aan het spelen. En ik ben like, al meer dan, ik heb like, denk 20 potjes of zo gespeeld. Allemaal in de top 10. Dus ik zit heel tijd gewoon aan het spelen. Ik verveel mij om de duur, want al die gasten, die gaan gewoon niet naar buiten. Integendeel, ik moet wel naar buiten gaan. Dus daarom, dat is een beetje kut, een beetje oneerlijk. Maar dus, ik was aan het spelen, heel tijd in de top 10. En ik dacht van, god, om de duur, ik kan maar niet winnen. Want die LMG, ik weet niet of dat mensen die Fortnite nu spelen mag. En LMG is toegevoegd in de game. Ja, je kunt nu terug een LMG hebben. Is dat even sterk als vroeger? Nee, is niet zo sterk. Maar hij is nog altijd fucking overpowered. Hij spreekt nog altijd als een LMG. Is nog altijd veel te sterk, vind ik. Eerst wil ik een video maken over dat ik hem in pappen. Ja, dat ik hem in pappen. Nee, dat ik hem in pakken. Winnen. En veel kills mee halen. Maar ik pakte hem, ja. Ik maakte kills, ja. Maar ik won niet. Ik ben altijd. Ik daarnet, ik heb een potje gespeeld, ik werd 14e. Echt serieus. Dus ja. Dat is dus de reden waarom ik niet aan het uploaden ben. Maandag, ik ben ook eerlijk. Soms ga ik niet. Like, ik ga niet elke dag uploaden. Ik probeer minstens 2 tot 3 keer te uploaden in een week. Ik weet niet of dat eigenlijk deze week. Zeker volgende week komt er game video's. Want daar kan ik game video's maken. En ook hier weet ik niet zeker of dat goed is. Want mijn PlayStation is een fucking helikopter. Dus ik weet niet zeker of dat ik deze week game video's ga kunnen maken. Maar wel waarschijnlijk praatvideo's nu.
Jullie kunnen mij ook via TikTok, als jullie dat willen, TikTok, Snapchat heb ik niet helemaal, denk sukt. Sorry voor de mensen die Snapchat lovers zijn, maar ik vind dat echt een domme app. Maar dus, jullie kunnen mij via TikTok of via Instagram, als jullie mijn account hebben gevonden, kunnen mij altijd sturen. Of via mijn Facebook. Ik zit niet veel op Facebook, dus ik ga het waarschijnlijk niet lezen. Maar dus, ik heb dat, als jullie een Q&A willen, stel mij gewoon vragen. Echt elke vraag. En ik antwoord er eerlijk op. Dus ja, dit is het eigenlijk waarom ik niet heb geüpload. En nog even één ding. Ik had echt een scheiddag vandaag. Echt een scheiddag. En ik was eigenlijk echt wel een beetje bang. Vandaag ook. Niet like, in een effect bang, maar gewoon. Ik ga het gewoon uitleggen, weet je wel. Dan is het makkelijker. Dus, ik zat in de klas, net in mijn wiskunde. Ik was blij, want dat ik werd afgeroepen, want de mensen in het secretariaat, de directie, die hadden mij afgeroepen. En samen met een vriend van mij. En wij dachten, want er was een incident gebeurd met een meisje en een jongen van onze klas. En ik dacht, samen met mijn vriend, van ja, fuck, wij zitten in de problemen. Want ons kennende wij komen wel veel in de problemen. Dus wij gaan naar het secretariaat. Hoe kon ik te weten dat voor fucking rekening was? Dus die gaat daar naartoe. Letterlijk zo iemand van het secretariaat die zo... Eerst een LO-leerkracht, ja, kijk, eerst was ze een LO-leerkracht, nu is ze zo kindhulp-leerkracht, shit, ik weet niet hoe dat noemt. Ze werd ook aan het secretariaat, maar zij is gewoon fucking kut, laat ik het zo bij houden, zij is gewoon fucking kut. Dus zij komt zo naar ons en ze zegt zo, ja, ga daar gaan zitten. En ik heb mijn vriend echt zo'n, holy fuck, want zij was echt boos gelijk. Dus ik dacht zo'n, oh fuck, ja, ik ga weer moeten nablijven ofzo. Want ik heb dit jaar echt al veel moeten nablijven, maar ook echt heel veel. Dus ik ging naar fucking school. En dus ik ging naar dat schoollokaal ding. Waar dat eigenlijk moest zijn. Komt die leerkracht eraf? Ja? Is dat jullie? Ik zeg zo, ja, dat zijn wij. Zij zegt zo, oh my god. Ja, blij dat we er zijn. Ja, ik heb een rekening voor jou. Oh my god. Ja, ik zat daar met mijn vriend. Dacht van, oh fuck. Wij zijn geneukt. We hebben problemen. Want als ik problemen zou hebben, ik zou geen YouTube meer kunnen doen. En ik zou niet meer een PlayStation mogen. Dus ja, dat wil ik zeker niet doen. Dus ze zit zo met een dom stemmetje. Ja, is het jammy? En we zeggen ja. En dan geeft die fucking rekening af. Dus ik heb fucking. Of ja, dat vond ik eerder deel wel leuk. Ik heb een les. Ik heb een stuk van mijn les wiskunde geskipt. Dat vond ik wel chill. Ongeveer gelijk 10 minuten van mijn les wiskunde. Normaal was het not fucking saai. Ik bedoel, dat is wiskunde. Dus ja. Dus let ik size the fuck dat er is. Dus heb ik wel even geskipt. Vond ik chill. Maar dat is ook het enige wat ik chill van aan die hele fucking dag. Want we hadden LO. Oké, LO, ça va. Moeten ver springen. Ik ben niet zo ver gesprongen. Of ja, eigenlijk voor mijn lengte. Ik ben niet zo groot voor de mensen die dat niet wisten. Ik ben wel klein. Ik ben 1,50 meter. Ik weet heel klein. En ik ben fucking bijna 14. Maar dat is gewoon door mijn lichaam. Bij mijn geboorte waren er problemen. Dus daarom is de reden waarom ik zo klein ben. Maar, dus, ik was aan de beurt om ver te springen. En raad eens, ik heb fucking 2,70 meter gesprongen. Ja. Ik vond dat best veel. Want één kind, die is zelf groter dan mij. En die heeft 2,10 meter. Dus voor een kleine gast, gelijk ik, heb ik 2,70 meter best wel veel. Dus ja, ik beviel op mezelf. Dus ja, we moesten ook pingpongen. En ik... En mijn fucking, een van mijn beste vrienden, die in mijn vriendengroep zit, zat bij mij. Maar het probleem is, lekker Sam, ik weet dat je dit aan het kijken bent, Sam. Kijk, Sam en ik, wij zijn twee BLO's. Maar we waren echt twee BLO's bij elkaar, echt zoiets. We moesten pingpongen, raad eens wat wij hebben gedaan. We hebben een fucking pingpongballetje kapot gesmeten. Ja, we hebben die pingpongbal gepakt. Sam heeft dat tegen die tafel gesmeten en ik heb dat... Ziek, maar dan ga ik ziek hard wegsmeten. Met mijn pingpong dingetje. Ik weet niet, palet? Ja, palet. Pingpong palet. Dus ik ga dan ziek, maar dan ga ik ziek hard er tegen gedaan. Dus ja, maar de leerkracht heeft niets opgemerkt. Er waren zo twee balkjes kapot. Eén naar beide kapot gemaakt, de andere was ook kapot. Maar dus dat was ook een beetje chill van onze dag. En de rest, ja, je kent het wel. Geschiedenis, Nederlands, godsdienst. En nog zo'n ander bakkel dat ik echt gewoon fucking haat. En morgen is het nog erger. Morgen heb ik fucking aardrijkskunde. Het saaiste naast geschiedenis, of ja, eigenlijk geschiedenis en aardrijkskunde staan op dezelfde plek. Dat zijn gewoon fucking, ook echt fucking saaie dingen. Like, wat? Want je ziet meer hoe fucking
hoog of zo, wat daar een fucking berg is of van die shit. Zo, maar dat zit me echt geen hele fucking race. En voor de mensen die nu zijn, oh my god, waarom zeg je dat is mijn favoriete fuck? Hou je fucking back. En hou je back, niemand vindt dat leuk. Dus ja, dat is dus de reden waarom. Jongens en meisjes, hopelijk vond deze video leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren. En sorry dat ik zo dicht kwam. Maar hopelijk vond je deze video leuk. Like en abonneren, dat zou ik echt heel fijn vinden. Want we zitten nu op de 14 subs. Als niemand hiervoor unsubscribed. We zitten op de 14 subs. Op een paar dagen vind ik god 100 units. We zitten op de 14 subs. Ik denk in totaal 100 of 90 views. In totaal. Dus dat vind ik echt fucking, maar dat vind ik echt fucking chill. Zijn zeker ook om mijn andere video's te kijken. Dat vind ik echt leuk. Dit gaat niet met een coole intro zijn. Of met een outro. Want deze keer heb ik geen edit platform. Want waar dat ik normaal op edit, dat werkt niet meer. Voor een tijdje. Dat is een handje update. Want dat ik like, fucking 6 dagen of zo moet wachten. Want mijn computer is echt fucking traag. Dus ik ga waarschijnlijk geen outro intro kunnen doen voor deze video. Pech voor jullie. Want mijn zit er eigenlijk zwaar geen ene fuck. Maar hopelijk vond je deze video leuk, jongens en meisjes. Like en abonneer, alsjeblieft. Hopelijk kunnen we de 20 subs halen deze week. En voor mij is dat veel, 20 subs. Ik weet niet of jullie dat beseffen. Maar ook 14 subs, bijna 15, is ook veel voor mij. Want normaal heb ik nooit zoveel subs in zo'n korte tijd. Ik weet, ik moet nog mijn YouTube-kanaal wat tijd geven. Ik bedoel, ik ben nog bijna nog niet eens een week gestart. Maar toch, ik zou het wel heel leuk vinden als jullie mijn account gaan uitchecken. Al mijn COD-video, mijn Fortnite-video. En ook mijn ik haat school video en mijn FIFA video. Als jullie daar even aan uitkijken, alsjeblieft, dan zou ik heel hard appreciëren. Want dat vind ik één. Mijn Fortnite video is echt leuk. Ik heb Victory Royale gehad. Plus een hele coole snipe. Dus ja, als je het snapt, kom aan. Ga naar die video. Dan zou ik heel hard appreciëren. Like en abonneer. En ik zie jullie bij de volgende video. Snap je?